In samenspraak met strandtenten zoals deze ontwikkelde Royomatic de koelvriesinstallatie ingebouwd in een zeecontainer. Gemakkelijk neer te zetten, praktisch naast de keuken en aan het einde van het seizoen weer weg te halen. Wij hebben een zeecontainer omgebouwd tot koelvriescombinatie, omdat Hudson Beach een volledige kaart aan wil bieden. En daarom ook veel ruimte nodig had om dingen te kunnen koelen en te kunnen invriezen. Normaal gesproken, als wij een koel- of een vriescel plaatsen, dat doen wij vaker. Maar ja, dit was wel een andere klus zo in een zeecontainer. Dat is eigenlijk iets wat wij nog nooit gedaan hebben en wat denk ik ook niet heel vaak voorkomt. Dus daarom was het wel een uitdagende klus voor ons. Gekoelde opslag buiten de keuken bespaart in de keuken veel ruimte. En meer opslagruimte voor producten betekent meer diversiteit op de kaart. Hier hebben we de ingang van de container waar wij de koel-vriescombinatie hebben gebouwd. Als je hier naar binnen loopt, kom je in het koelgedeelte. Binnenin kun je dus het koelgedeelte inlopen en daarin zit een deur. En als je daar doorheen loopt, kom je gelijk in het vriesgedeelte. Zoals je ziet staan hier eigenlijk alles wat gekoeld moet worden, instellingen. Daar heb je de unit. Ruimte genoeg. Deze koel-vriescombinatie is opgebouwd uit panelen die normaal gesproken ook gebruikt worden bij een koelcel of een vriescel. Met een vloergedeelte daarin. Het eerste gedeelte is het koelgedeelte en daartussen is een wand geplaatst met een deur. En als je door die deur heen loopt, kom je gelijk in het vriesgedeelte. En bovenop de container zijn ook de units geplaatst. En als je dus door de volgende deur gaat, kom je in het vriesgedeelte. Waar het ook redelijk ruim opgezet is met stellingen, zodat ze alles kwijt kunnen. Het is een creatieve oplossing om ook voornamelijk meer ruimte te creëren voor opslag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Royomatic.